Hoeveel gaat dit oude koper en ijzer mij opleveren? 300. Mijn pa gaat beatboxen. Het auto. Ga ik de juiste dakpal vinden bij deze meneer? Ik ben erg verbaasd. 6-7 euro. En mijn vloer is een zwembad geworden. Welkom terug bij de nieuwste aflevering van Hoe verbouw je een huis. We hebben een flesje wijn gehaald. Je kan in de schouw, het oude schouwtje, voor de volgende verbouwer. Ik heb expres even gevraagd welke wijn kan er lang mee. Ik hoop wel dat na deze verbouwing de renovatie minimaal een jaar of 50 mee kan. En als ze hem dan opentrekken, dan hebben ze wat lekkers van mij. Het echt op het dak te lijken. De spanten zitten er. Hoop plaatjes. Folie erop. En daarbovenop weer piepschuimplaten. Of ja, van het speciale piepschuim met panlatten. Waar we de dakpan op komen. En hier aan de binnenkant komt nog glaswol en dan weer gips er tegenaan. Dubbel geïsoleerd, dubbel goed. Ja, het is nog een klein weekje is hij bezig en dan zijn ze klaar, heeft het over. Dus een goede 2 weken een heel nieuw dak erop. Vanmiddag is de meneer langs geweest van de dakkapel, die heeft ze ingemeten. Deze linker was nog net een beetje, een klein beetje schuin. Moet ze nog iets aanpassen, maar voor de rest zat het er netjes in. Ja, en als het dak dan eenmaal dicht is, dan is alles goed droog, of tenminste, dan kunnen we alles goed laten drogen, want er is nogal wat water naar binnen gekomen. Op zich niet erg, maar het moet wel goed droog worden voordat je verder kunt. En dan kunnen we hier alle vloerbedekking eruit, laminaat wat er nog lag, de eerste verdieping ook al die vloeren dingen eruit, zodat alles goed kan drogen. Dan kunnen wij met de voorzetwanden verder bezig, alle leidingen erheen gooien, isolatie, gips ervoor, verven en dan kan ik erin. Ja, en ook nog een keuken, een badkamer, een extra wc, boven nog extra keukentje, slaapkamer afmaken, aftimmeren, verlichting erin, vloeren erin, afwerken, schoonmaken, nieuwe trap komt er nog in. Ja. Telkens je denkt van, nou, we zijn wel een stukje opgeschoten, dan denk je van, oh ja, we moeten dit en dit ook nog. Maar we gaan lekker door. Ik heb al het oude ijzer en koper opgespaard. Niels had zelf ook nog wat liggen van zijn verbouwing, dus tijd voor een ritje naar de schroot. Ja. Hoeveel euro zeg jij? Hoeveel euro is dit bij elkaar? 300. 300? Ja. Denk je echt zoveel? Ja, denk ik wel. Ik zeg 125 euro. Ja, voor jou. En voor mij die 300. Ja, precies. Ja. We hebben heel fijn dat we even een soort van barrière tussen ons hebben. Dat vind ik ook. Nou. Zal dat je achter tralies terecht worden? Het bruine en zilveren goud. Eenmaal daar aangekomen mochten we het sorteren in aparte bakken en werd het netjes gewogen. En nu ben ik toch wel erg benieuwd, wat gaat mij dit opleveren? Nou, ijzel, hè? Ga dit de 300 euro aantikken? Maar ik weet niet hoe zwaar zo'n bak is, maar jij had 70 kilo aan koper. 70? Minder bak. Wat is de kiloprijs van koper momenteel? 6-7 euro. 6-7 euro? Ja. Heb je er één geweest? Nee. Nee, dat is het. Jij had veel meer koper. Ja. Wie had er gelijk? Ja, de wind waait een beetje. Ik weet niet of mensen ons kunnen verstaan. Oh, ik heb even lekker een chocomel even neerzetten. We zijn willen vasthouden nu mijn telefoon en alles. En, dit helemaal? Ja, dat is wel mooi. Dankjewel. Nee, wat zei ik? 125 euro? Ja, jij is 125 euro. En jij zit 300? Ja. Totaal, jij, hè? Jij had? Zei ik. Ik ja, had totaal. 2,5 zeg maar, en jij 220. 220. Tondes. Ik kan bijna een container van betalen van al het schoot. Ja, mooi man. Ik kom na een dagje weer eens even binnen. Blauw envelop, altijd leuk. Maar voornamelijk wat niet zo leuk is, wat ook niet zo leuk is, is dit. Het is hier helemaal nat. Misschien slecht te zien op de tinnen foam. Maar de hele trap is nat.
Alles drupt hier van beneden. Oh, hier kijk, oh, deze kant ook al. Hier is toch water. Dat komt ergens vandaan. Jongens. Hier valt het nog mee. Maar we hebben het daar natuurlijk ook goed afgedekt. Hallo. Onze verwarmingsinstallatie. Nou, nu scheelt het al. Dat we dit geplaatst hebben, zodat deze balk hieronder niet zo nat wordt. Want dat is een oude jongen. We hebben al een emmertje geplaatst. De tering, die zit echt vol. Kutzooi. Ja, slecht te zien, maar die emmer zit gewoon zeker voor een kwart vol. Ik hoop dat hij al wat vol zat, want anders dan is er heel wat bijgekomen door het dak heen. Wie gaat er dan ook een dak verbouwen in februari? Oh nee, maart. Het is bijna april. De grootste 1 april grap van het jaar. Maar morgen is het 1 april. Ja, kijk, dit is ook niet handig, hè. Dan heb je het mooi afgedekt. Oh, nat. Ze hebben het enigszins opgeruimd, dat is mooi. Dit is wel nat. Het lijkt droog te zijn. Niet zoveel aan te doen, jongens. Wel een beetje jammer. Schoonmaakbroeders vissen! Wat zie ik er? Ja, je moet stoppen met filmen en gewoon even doorgaan. Oh. Hé, hey, met een mooi doek in. Dat zit dan. En schoonmaken. Lekker. Kachel FM. Hij is nu al vies. Zo, de ijsbaan is weer geopend. Hats of lats. Mooi werk. Nee, dat is de catchphrase van pap. Mooi man. Donders mooi. Tucker FM. Dan moet je bij duizend volgers op YouTube heb je nou. Dan moet je ze vieren met een spotje op Tucker FM. Ik ga een spotje inkopen op Tucker FM. Om de 1000 volgers te vieren. Gaan we inleiden spreken door neef Willem. Ja, Jan Plap is niet zo best. Nee. Kiek, hoe verbouw je een huis? Kiek, hoe verbouw je een huis? Op YouTube. Op YouTube? YouTube. Op YouTube. Let's go. Mijn dak lag vol met ongeveer de helft aan zwarte en de andere helft aan rode pannen. Nu zijn de pannen nog prima te gebruiken, dus ik vind het zonde om alles nieuw te doen en dat kost ook een hoop geld. Wel vind ik het mooi als het hele dak nu één kleur wordt. Dus ik ga op jacht naar een extra partij donkere pannen. Zo kwam ik terecht bij deze meneer. We hebben even gekeken, maar hij had niet de juiste liggen, dus we zoeken nog even verder. Ik kan dus wat dakpannen ophalen, hier in Zwolle. Oh, rijden we deze kant op. Wat is die sukkel weer vergeten, ja. Hier. Ik ben een netje vergeten. Maar ja, die bekeuring is toch wat duurder dan een nieuw netje. Dus die toeren we even langs de Hornbach. Wordt het goedkoop of één slag duurder? Wat is één slag duurder? 25 euro. Is die grote? Ja, die is 2 bij de schil 40 centimeter. Maar dit is wel een fijner dinges. Ja, dit is fijner, hè? Ja, dat weet ik niet. Het is sowieso ook fijner. Kijk, dus is fijner. Ja, dit is grove. Is fijner. Ja. Ja, snap je? Ja? Vredig, nog meer? Ben je nog meer vergeten? Nou, ik weet niet. Oh, hier hebben ze ook dakpannen. Waarom kijken we hier niet? Kunnen we ook doen. Die dakplaten gewoon doen, joh. Gewoon dak. Die mooie dak, dat kost niks, joh. 25 euro. Heel dakplaat. Ja, ik snap het eigenlijk ook niet. Hoor je alleen wel wat beter, denk ik. Ik slaap er ook, hè, op die zolder. Ja. En nog spanbandje nodig? Voor een stel dakpannetjes? Ik heb gewoon dat kistje had meegenomen. Via Marktplaats kwamen we terecht in Zwolle. Waar ik naast normale dakpannen ook een aantal mooie nokpannen kon meekrijgen.
het er genoeg? Je moest er 500 hebben. 132 is niet genoeg. Nee, je moet er 550 hebben. Maar dit zijn in totaal 132. Nee, alleen het plukje wat wij net opgehaald hebben. Ja, maar dat klopt wel, want gisteren hebben we er meer opgehaald. Hoeveel hebben jullie je geteld gisteren? Ja, iets van 170. Nou, dan zit je al aan 300. Ja, 300 toch? Ja. Ja, dat heb ik heb er 300 gekocht van deze meneer. Nou, dat vindt, hè? Ja, en we moeten nog even wat uit de auto halen. Uit de auto. Uit de auto. Wordt nog uit de auto. Wordt nog uit de auto. Do. Het auto, het auto, het auto. Ja, daar gaat hij. Aanhangertje weer leeg. Nee. We hebben nog wat spulletjes. Ja, dat is een mooie vent. Die zegt van, hier een paar mooie halfies heb je vast ook nog nodig. Pas goed bij ons, hè. Halfies. Pas goed bij ons, halfies. Nee, maar serieus handig, want je hebt natuurlijk de schuine stukken. Dan moet ik stukjes afzagen. Als je op puntjes tekort komt. We hebben hem nooit. Maar nu hebben we dus 300 extra bijgehaald. We moeten 550, dus voor de slimme rekenaar onder ons kom je dan op 250 die ik nog mis. Maar deze meneer had er maar 300. We hebben een mooi pallet gekregen. Maar wat we ook hebben, zijn deze jongens voor de hoekjes en die voor op de bovenkant van het dak. En hierin, dat is een rol, die komt helemaal boven op het dak te liggen. En daar komen dan de pannen overheen, zodat alles mooi waterdicht zit. Het is nog wel lastig om aan die bijzondere pannen te komen. Want die zijn natuurlijk minder gemaakt dan de gewone pannen. Dus deze zijn knetterduur. Dit zet je pannen bij elkaar hier alles. Het kost bijna net zoveel als die 300 pannen die ik nu binnen heb liggen. Nogmaals, een partij kunnen ophalen via Marktplaats. En volgens mij hebben we er nu wel genoeg. Even een shout-out naar jullie, ook naar jou, voor al je leuke reacties en de hart onder de riem die jullie steken. Klinkt niet goed. Je weet wat ik bedoel. Ik wil je bedanken. Echt hartstikke leuk dat jullie duimpjes achterlaten en dat ik zie dat het wordt bekeken. Want uiteindelijk ja, kan die film zo blijven maken als niemand het kijkt. Dat is ook niet leuk. En ik heb zelfs een sponsortje. Skill heeft me wat tools gestuurd. Ik heb nog een sponsor met Soudal. Oh, wacht even. Het is Soudal, geen Soudal. Dat je maar even weet. A little later. En ze hebben je een pakketje afgeleverd. Zelfs op mijn pallet. Hartstikke idee. Nou, drie keer raden waar er vandaan komt. Op een pallet. Gut. Gaan we binnenkort eens even unboxen. Dus dat is allemaal dankzij jullie. Als jullie het niet keken, dan had ik er ook niks aan. Dus hartstikke bedankt daarvoor. Dus ook een applausje voor jullie. Ja, zo, ja, ik kan niet klappen op de hand. Ja, je snapt het. Dankjewel. Mine dak groot. Show eens even wat voor een mooi dingetje je aan hebt, jongen. Heb je al? Vorige keer ook al. Ja, maar gewoon voor de tweede keer. Oeh, dikke merch. En de pet. De pet. Oh, die klopt niet. Helaas, zit wel weg. Oh ja. Nee, dit zijn nieuwe. Dus die Nijn gekocht. Ja, als het goed is, is het de zijkant, de ronde pannetjes en in de hoeken. Nog even. En dan pannen zitten dan erop. En zo te zien. Verzamelen. Alle pannen verzamelen. En zo te zien het zinkwerk.
En dan kunnen we bijna echt zeggen van het dak is klaar. Niet dat de buurvrouw zo meteen ook nog zegt. Ja, dit is niet alleen dakpannen, maar er flikkeren ook hele personen naar beneden. En ik weet niet, maar ik wil wel dat je gaat compenseren voor. Kijk. Oh. Dikke regenpieper. Ik heb een dikke dak gehoord. Ziet er wel strak uit. En hier komt nog een rij pannen om. Ja. Ja, hier nog, daar zo. Zo. Die zit wel vast? Ja. Ja, zit mijn schroef vast hier, kan je zien. Ja, hè? Nou, net iets hoor. Net iets. Oh, donders jongens. Dat was het weer voor deze aflevering van Hoe verbouw je een huis. Bedankt weer voor het kijken en tot de volgende aflevering. Ik zie je dan. Ciao.